Dat heb ik ook mogen vernemen van de nieuwbakken DC, dat er het schuld achtergelaten is aan mijn bij van 300.000 SRD. Dus ik weet niet in hoeverre dus dat betrokken kan worden, dus welke de betalingen nog verricht moeten worden en wie de dienstverleners zijn van dat commissariaat. En ik weet niet uit welk fonds, dus natuurlijk weten we dat er een, met die decentralisatie ook een districtsfonds ook ter beschikking zou zijn van het DC. En uit dat fonds zou dan eventueel al die betalingen moeten plegen. Dus we moeten dat even natrekken. Dus kijken wat het wordt. Er moet zeker een financieel verslag erbij moeten horen. Wat betekent zo'n schuldenlast voor Komabijnen? Nou, in ieder geval dat de DC dus met een negatieve saldo begint. En we moeten nog de begroting zien goed te keuren. Van zeker 2020 natuurlijk, met de aanvullingen. En we zien over de gehele linie dat er schulden worden achtergelaten voor de zeg maar, nieuwkomen, nieuwbakken DC, maar ook voor de regering. Op alle sectoren zien we dat. Ook parastatale zien we dat er zoveel schulden gemaakt zijn. Heeft u wel kunnen... Triest te noemen, ja. Maar dat is het gegeven, dat is het vertrekpunt van de nieuwe regering. Ook deze, de nieuwe DC. En kijken wat het budget is nu van RO, via RO voor de DC van Komabijnen. Heeft u wel kunnen merken dat er heel veel is gedaan in Komabijnen de afgelopen jaren, als u het moet vergelijken met de schuldenlast? Nou, kijk, heel veel gedaan. Dat zou het district, zeker qua investeringen die gepleegd zouden moeten zijn, zouden we dus wat werkgelegenheid hebben gecreëerd. Maar dat zien we niet. Armoedebestrijding, dat zien we dat ook niet. Dus als we kijken naar de werkloosheid nu dat er heerst binnen de gemeenschap, is schrikbarend. Ook natuurlijk als gevolg van de coronacrisis, maar dat is niet de enige. Ik denk dat het woonbeleid ook heel grote bijdrage heeft geleverd aan de werkloosheid. En zeker ook aan het bedrijfsleven, waarbij dus mensen hun employee hebben verloren.